Nick, welkom bij VVV. Ja, dankjewel. Hoe is uh, deze transfer tot stand gekomen? Uh, ja, eerst uh, heb ik met VVV in de zomer al contact gehad. En toen uh, heb ik uiteindelijk zelf, omdat ik al twee jaar verhuurd was, besloten om eerst nog een half jaar bij Utrecht te blijven. En toen, uh, eigenlijk na mijn laatste wedstrijd afgelopen maandag, heeft VVV uh, weer opnieuw uh, contact op, uh, gezocht. En ja, toen was uh, voor mij was uiteindelijk de keuze snel gemaakt, omdat ik van de zomer ook goede gesprekken heb gehad hier. En uh, ja, het is natuurlijk een fantastische club. Wat, wat gaf de doorslag? Ja, gewoon uiteindelijk uh, gewoon weer een half jaar dicht bij huis geweest, bij familie en alles. Dus toen uh, even tot rust gekomen, en uiteindelijk de doorslag heeft wel gegeven: gewoon, uh, ja, dat ik uh, wel voelde dat ik uh, t, ja, niet nog een half jaar bij uh, Jong Utrecht uh, ging volhouden. En als er dan een club als VVV komt, dan is de keuze snel gemaakt. Wat voor een beeld had je van deze club? Ja, gewoon, uh, ik heb natuurlijk ook uh, met Mitchell erover gesproken. Die zit hier nu ook een half jaar, dus dat helpt ook wel. Maar die gaf ook aan dat het een, uh, ja, gewoon een gezellige club is. Met als, de, als de fans erbij zijn, dat het ook gewoon een goede sfeer in het stadion is. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk wel ook het belangrijkste is. Ja, ze staan nu twaalfde dan VVV, dus dat is wat minder. Maar dat is alleen maar een mooie uitdaging om uh, ja, dat omhoog te helpen. Ja, Je noemt Mitchell, dat is een, een goede vriend van je. Um, heb je daar veel contact met hem over gehad, over deze transfer ook? Uh, ja, zeker. Uh, ja, gewoon, uh, je, je vraagt natuurlijk bij hem uh, ja, wat dingetjes over de club en hoe het allemaal gaat hier. Dus uh, ja, ik heb met hem hier wel uh, veel contact over gehad. Bij Utrecht heb ik met hem veel gespeeld, hè? Ja, klopt. Uh, ja, hij zat eigenlijk een, uh, een team hoger altijd. Alleen sinds dat ik, het moment dat ik bij Utrecht kwam, zijn we bij elkaar in de klas gekomen. Dus ja, vanuit daar groeien je gewoon door en ga je met z'n tweeën. Uiteindelijk zaten we met z'n tweeën bij het eerste. En speelde onze wedstrijden bij Jong. Dus je blijft altijd wel gewoon een beetje bij elkaar. En stuurt hij nu ook berichtjes dan van: je moet naar VVV komen? Of hoe gaat zoiets? Ja, wij uh, gamen heel veel samen. Dus als we gewoon in de party zaten en zo, dan, uh, uh, ja, dan uh, zei hij tegen mij: van kom ook en zo. Hij heeft, uh, dat is wel echt heel toevallig. Maar hij heeft twee keer tegen mij gezegd: van, uh, toen zaten we toevallig voor de wedstrijd, zaten we nog een potje te gamen. En ja, Mitchel kennen die scoort niet zo vaak. Toen zei hij, dus twee keer toevallig was het tegen Eindhoven volgens mij en, en Aj of, uh, ja, Ajax. Toen zei hij tegen mij van als ik vandaag scoor, dan kom je 100% naar VVV. En ja, toevallig scoorde hij alle twee die wedstrijden. dus uh, ik denk dat het gewoon zo moest zijn. Zelf weet je ook wel hoe het is om te scoren in de cool. De wedstrijd tegen VVV scoorde hij twee keer. Wat voor wedstrijd was dat? Ik denk dat ja, de eerste helft, dat uh, ja, wij misschien wel de betere kansen hebben, maar VVV beter was. En ja, ik denk dat wij gewoon op een gegeven moment ging VVV uh, zakte wat meer terug. En toen uh, ja, konden wij wat meer en uh, beter aan het voetballen komen. En ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag gaf bij ons, uh, waardoor we nog twee goals konden maken. Ja, jij werd die grote man. Wist je toen al dat, dat VVV wellicht een optie zou zijn voor de tweede seizoen zelf? Uh, nee, 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 dat wist ik toen nog niet. Ik heb het, uh, ja, wat ik zeg, ik heb echt pas gehoord uh, na de laatste wedstrijd dat VVV zich weer had gemeld. Als we dan kijken nu naar uh, de tweede seizoenshelft bij VVV. Uh, wat zijn dan nou je verwachtingen, uh, je doelstellingen? Ja, ik kom hier natuurlijk gewoon om. Uh, ja, VVV vind ik persoonlijk is gewoon een club die wel net gedegradeerd, maar die sowieso playoffs moet gaan spelen. Dus ik, ja, mijn doel en mijn verwachtingen hier zijn dat we wel gewoon volle bak nu doorgaan en zorgen dat we de play-offs plek gaan halen. En als je naar jezelf kijkt, wat, wat wil je zelf gaan bereiken hier? Ja, gewoon uh, zoveel mogelijk minuten maken, goede wedstrijden spelen en uh, ja, vooral het team helpen en uh, zoveel mogelijk doelen te maken nog.